Het crisisteam, meneer voorzitter, bestaat uit de CEO van SLM en de president-commissaris van RVC van SLM. Vanuit het kabinet van de president is het crisisteam aangevuld met een beleidsadviseur, de heer Pranoop Wiezisser. En aan hem is gevraagd om het crisisteam van het kabinet van de president te ondersteunen. Meneer voorzitter, tussen betrokkenen en het kabinet van de president bestaat er een overeenkomst voor het verrichten van enkele diensten. Als regering hebben we alle informatie opgevraagd bij de leden van SLM. En die informaties komen allemaal druppelsgewijs binnen. Voor de rest hebben we als regering een financieel juridisch team samengesteld, meneer voorzitter, welk opdracht heeft gekregen om alle misstanden grondig te gaan onderzoeken. En dat ze 2 weken tijd gehad hebben vanaf vorige week om het onderzoeksresultaat aan de regering te presenteren. Voor wat betreft de contracten en de bedragen die allemaal boven water zijn gekomen als ze zijn een consultant bij SLM, kunnen we nu al aan de hand van de eerste onderzoekingen en ook beoordelingen vaststellen dat de betalingen die vastgelegd zijn in het contract 1 onrechtvaardig zijn en onredelijk zijn. Meneer voorzitter. Meneer voorzitter, wij bekijken nu, en die opdracht is al gegeven aan juristen, om mogelijkheden te bekijken op welke wijze de ongerechtvaardige betalingen en onredelijke betalingen nu verhaald kunnen worden. Meneer voorzitter. Naar aanleiding van de perikelen zoals verschenen in de media, maar ook vragen die hier gesteld zijn, meneer voorzitter, mag ik informeren dat de dienstbetrekking met betrokkenen per ingaande vandaag is beëindigd. Met ingaan vandaag is betrokkenen niet meer betrokken als dienstverlener op het kabinet van de president en is een overeenkomst ook beëindigd, meneer voorzitter. Tevens heb ik beslist, meneer voorzitter, dat betrokkenen geen enkel zitting meer zal hebben. Enig ander orgaan van de staat er ook geen andere werkzaamheden zal verrichten in commissies en of raden en ook ontlast is van alle werkzaamheden die hij op dit moment uitvoert bij de SLM, meneer voorzitter. We wachten onderzoek af.